In het groene hart van Nederland maken we als drinkwaterbedrijf op een duurzame wijze veilig en betrouwbaar drinkwater. Dit doen we voor 800.000 inwoners in 21 gemeenten. Dit begon 137 jaar geleden en sinds die tijd dragen wij bij aan de volksgezondheid in ons voorzieningsgebied. Dit is het oostelijk deel van de provincie Zuid-Holland en het zuidelijk deel van de provincie Utrecht. Om in de nabije toekomst de levering van voldoende drinkwater te blijven garanderen, is aanvullende productiecapaciteit nodig. Om die reden wil Oase een nieuwe oevergrondwaterwinning realiseren. Oevergrondwater is grondwater dat we met behulp van windputten oppompen. Dit doen wij in de directe omgeving van de rivier de Lek. Het opgepompte water bestaat voor het grootste deel uit water vanuit de lek in de bodem is geïnfiltreerd. Een klein deel bestaat uit oorspronkelijke grondwater. Oevergrondwater langs de lek is in grote hoeveelheden beschikbaar en wordt continu aangevuld. Het is van nature gefilterd, maar het moet nog wel behandeld worden voordat het geschikt is als drinkwater. Op dit moment zien we in de prognoses dat het drinkwatergebruik door de groei van de bevolking weer gaat toenemen. In het door de overheid gehanteerde maximale groeiscenario, het scenario stoom, neemt het drinkwatergebruik in het voorzieningsgebied van Oase toe van 48,5 miljoen kubieke meter in 2020 tot 62,6 miljoen kubieke meter in 2050. Naast de stijging van het drinkwatergebruik houdt Oase rekening met grotere productieverliezen vanwege noodzakelijke wijzigingen in de zuivering. Door de geleidelijke overschakeling naar een meer verfijnde zuiveringsmethode die nodig is om ongewenste stoffen uit het water te zuiveren, neemt het productieverlies toe. Hierdoor neemt de leveringscapaciteit op de huidige locatie geleidelijk iets af. Door deze toename en ook door de voorgenomen wijziging in het zuiveringsproces ontstaat er rond 2030 een tekort aan leveringscapaciteit als we niks zouden doen. Het tekort zal als eerste optreden in het voorzieningsgebied ten noorden van de Lek in de plaatsen als Gouda, Alphen aan de Rijn, Bodegraven en Waddinxveen. In 2030 wordt er een tekort aan leveringscapaciteit verwacht van 0,7 miljoen kubieke meter per jaar en dit tekort loopt vervolgens op tot 15,6 miljoen kubieke meter per jaar in 2040. Om op tijd aanvullende productiecapaciteit te realiseren is Oase in 2019 gestart met voorbereidingen voor het hiervoor benodigde onderzoek. We gaan op zoek naar een locatie binnen de door de provincie aangewezen aanvullende strategische grondwatervoorraden in de Krimpenerwaard en de Alblassenwaard, waar we een oevergrondwaterwinning van 8 miljoen kubieke meter per jaar kunnen realiseren. Oase kiest voor de winning van oevergrondwater. Dat is een betrouwbare techniek waar we veel ervaring mee hebben opgebouwd. Zo mogelijk zal Oase ook gebruik maken van alternatieve bronnen, zoals oppervlaktewater of brak grondwater uit diepe polders. Het benutten van deze alternatieve bronnen is vanwege juridische en technische knelpunten nog niet mogelijk op een termijn van 10 tot 15 jaar. In Zuid-Holland zijn de zoetgrondwatervoorraden beperkt. Om de drinkwatervoorziening in Zuid-Holland ook op langere termijn te garanderen, heeft de provincie gebieden aangewezen als strategische voorraad zoetgrondwater. Het grondwater in deze gebieden is gereserveerd voor de toekomstige drinkwatervoorziening. Binnen het voorzieningsgebied van Oase zijn gebieden als strategische voorraad zoet grondwater aangewezen in de Krimpenerwaard en de Alblassenwaard. In de Krimpenerwaard geldt dit voor een groot deel van het gebied direct ten noorden van de Lek tussen Lekkerkerk en Bergambacht. In de Alblassenwaard is het gebied aangewezen direct ten zuiden van de Lek tussen Streefkerk en Grootammers en een gebied oostelijk van Nieuwpoort. Binnen deze gebieden, in de Krimpenerwaard en de Alblassenwaard, hebben we in de afgelopen periode 7 mogelijke locaties gekozen die we verder gaan verkennen. Op elk van deze locaties onderzoeken we de mogelijkheden om een oevergrondwaterwinning met een capaciteit van 8 miljoen kubieke meter per jaar te realiseren. Het puttenveld is schematisch weergegeven met de stippen op de verschillende locaties. Voor deze locaties zijn varianten mogelijk voor het ontwerp van het puttenveld. Naast het puttenveld is ook een locatie nodig voor de zuivering van het opgepompte water.
Mogelijke locaties voor de zuivering zullen we tijdens het opstellen van de milieueffectreportage in beeld brengen. De locaties liggen in het open veenweidegebied. Ook onderzoeken we enkele locaties in de uiterwaarden van de lek. We onderzoeken deze locaties omdat het effect van de oevergrondwaterwinning op de omgeving hier geringer is ten opzichte van de locaties in de polder. Dit komt omdat je met een winning in de uiterwaard relatief minder water uit het achterland onttrekt en meer uit de rivier. Voor een winning in de uiterwaard zijn aanvullende voorzieningen nodig. Ook gelden er enkele specifieke eisen en randvoorwaarden waaraan we moeten voldoen. Het oppompen van oevergrondwater uit ondiepe grondlagen kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld natuur en landbouw in de omgeving. Oase voert mede daarom ecologisch beheer in haar wingebieden. Zo beschermen we niet alleen de winvelden, maar ook de omgeving rondom onze winlocaties. Voor dit nieuwe wingebied kijken we naast de doelstellingen voor de realisatie van de oevergrondwaterwinning, kijken we ook naar de kansen voor andere functies, zoals de kansen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, natuur en recreatie. Voor de locatie Den Hoek gaan we bijvoorbeeld de mogelijkheden onderzoeken voor een combinatie met het natuurgebied Den Hoek. Bij de verkenning en het onderzoek voor de nieuwe winning stemmen we intensief af met de omgeving. Zo betrekken we belangengroepen en bewoners, maar ook stemmen we af met betrokken overheden, zoals de provincie Zuid-Holland, de gemeente Krimpenerwaard en Molenlanden, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en Waterschap Rivierenland. Daarnaast is er een klankbordgroep geformeerd, met daarin Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijf Dunea, natuur-, milieu- en landbouworganisaties en vertegenwoordigers van de betrokken overheden. Deze klankbordgroep wordt regelmatig geïnformeerd en om advies gevraagd met betrekking tot het proces en de inhoud van de onderzoeken. De ontwikkeling van een nieuwe winning vraagt een lange voorbereidingstijd. Een zorgvuldige afweging is noodzakelijk. We stemmen de zoektocht naar de optimale locatie af met de brede omgeving van het project. We moeten hiervoor een aantal stappen doorlopen die wettelijk zijn vastgelegd. Voor het hele proces van voorbereiding, onderzoek, vergunningverlening, realisatie en proefdraaien is al snel een periode van 10 jaar nodig. Voor de winning is een provinciale waterwetvergunning nodig en er zal voor de gekozen locatie ook een aanpassing van het bestemmingsplan nodig zijn. Voor de onderbouwing van beide besluiten wordt een milieueffectrapportage opgesteld. De milieueffectrapportage bestaat uit 2 fasen. In de eerste fase worden de verschillende mogelijke locaties onderzocht. Daarbij worden de effecten voor alle relevante milieuthema's in beeld gebracht. Voor mogelijk ernstige negatieve effecten wordt onderzocht of er maatregelen mogelijk zijn om deze te voorkomen of te verminderen. Daarnaast worden ook bedrijfsvoeringsaspecten en kosten bepaald. In de eerste fase worden ook de kansen voor het combineren van andere functies in beeld gebracht. Als al deze aspecten zijn bepaald, worden de locaties met elkaar vergeleken. Uit de vergelijking volgt een keuze voor de in fase 2 nader te onderzoeken locatie, de voorkeurslocatie. In de tweede fase van het MER-onderzoek wordt de voorkeurslocatie verder uitgewerkt. Centraal staat de optimalisatie en de inpassing van het puttenveld in de omgeving. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het beperken van mogelijke negatieve effecten van de winning worden verder uitgewerkt. In fase 2 zullen naar verwachting meerdere varianten voor het puttenveld worden ontwikkeld. De verschillende varianten worden op hun effecten beoordeeld en aan het einde van de fase 2 met elkaar vergeleken. Het op te stellen milieueffectrapport zal gebruikt worden bij de onderbouwing van de besluiten over de winvergunning en de wijziging van het bestemmingsplan. De milieueffectrapportage start met de notitie Rijkwijde en Detailniveau, de NRD. In deze notitie wordt het doel van het initiatief beschreven, de te onderzoeken locatiealternatieven, de te onderzoeken milieueffecten en de wijze waarop de omgeving hierbij wordt betrokken. De NRD is in te lezen en te downloaden op deze projectpagina. Met het NRD worden een aantal partijen geraadpleegd over de rijkwijde en het detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport, de MER, de MER. Dit zijn het bevoegde gezag, de wettelijke adviseurs, de betrokken bestuursorganen en de commissie Milieueffectrapportage. Daarnaast krijgt iedereen de gelegenheid hier een zienswijze over in te dienen bij de overheid.
Op deze manier zorgen we ervoor dat een zorgvuldig proces met alle mogelijk betrokken partijen en personen geborgd is en dat alle belangrijke milieuaspecten in beeld worden gebracht. Daarnaast is er een inhoudelijke toetsing door de onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage. Voor de bepaling van de verschillende milieueffecten is een beoordelingskader opgesteld. Deze bestaat uit 8 thema's. Dit zijn het watersysteem van grond- en oppervlaktewater, de bodem, het landschap, de natuur, het woon- en leefmilieu, energie, landbouw en drinkwatervoorziening. Deze thema's zijn vervolgens weer onderverdeeld in verschillende aspecten en deelaspecten. Zo bepalen we alle mogelijke optredende effecten voor het milieu. Dit maakt een keuze tussen de verschillende alternatieven mogelijk. En daarbij zullen ook aangegeven worden of er maatregelen mogelijk zijn om ongewenste effecten te voorkomen of juist te beperken. Het volledige MER-onderzoek zal ongeveer 3 jaar in beslag nemen en naar verwachting eind 2023 leiden tot de keuze voor het voorlopig voorkeursalternatief. Zodra dit is afgerond, is nog een periode van ongeveer 2 jaar nodig voor het verkrijgen van de WIM-vergunning en de wijziging van het bestemmingsplan. Daarna kan het ontwerp van de realisatie van start gaan, waarvoor in totaal ongeveer 5 jaar nodig zal zijn. Daarmee verwachten we met de nieuwe winning in 2031 drinkwater te kunnen leveren. De provincie Zuid-Holland heeft op 24 maart de inspraak gestart met het ter inzage leggen van de notitie rijkwijd en detailniveau op overheid.nl. Vanaf 24 maart tot en met 6 mei kan iedereen zienswijze indienen. De zienswijze kunnen ingediend worden bij de gemeentes Krimpenen Waard en Modelanden en bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid in Dordrecht en bij de Omgevingsdienst Midden-Holland in Gouda. Vanwege de coronamaatregelen zijn deze locaties alleen op afspraak te bezoeken. De contactgegevens zijn te vinden op onze projectpagina. Tegelijkertijd worden ook betrokken overheden en adviseurs door de provincie geraadpleegd. De notitie is daarbij eveneens voor advies voorgelegd aan de Commissie voor Milieueffectrapportage. Dit is een onafhankelijke commissie die adviseert over de inhoud van het op te stellen milieueffectrapport. Zij zal het milieueffectrapport inhoudelijk beoordelen. Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen en adviezen geeft de provincie Zuid-Holland advies over de rijkwijde en het detailniveau van de op te stellen milieueffectrapportage. Op de website van Oase hebben we een projectpagina ingericht waarop alle informatie over de nieuw te realiseren oevergrondwaterwinning is terug te vinden. Hier staat ook de notitie rijkwijde en detailniveau. Een zienswijze indienen, dat doet u bij de overheid. Heeft u verder nog vragen, dan kunt u een mail sturen naar nieuwewinning@oase.nl.